Hoi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik sta nu voor Confident Fit, daar sport ik nu. Ik sport nu 1 keer in de week. In de vlog hiervoor, niet hiervoor, maar die daarvoor, had ik gezegd dat ik het de volgende keer zou filmen. Dus dat ga ik nu ook zeker doen. Ik sport nu, nog even voor de mensen die het hebben gemist, ga ik nog even snel uitleggen. Ik sport nu 2 keer in de week, eerst 1 keer in de week. En dat doe ik gewoon puur omdat ik mezelf fit wil houden, conditie wil opbouwen. En ja, een beetje moedervet weg wil hebben, zeg maar. Gaat nu op zich wel helemaal prima, maar ik merk wel dat mijn conditie gewoon super slecht is. Voor mijn zwangerschap merkte ik wel dat als ik ging sporten mijn conditie weer heel snel opgebouwd kon worden. Dus ik hoop dat deze keer ook het geval gaat zijn. Nou ja, ik ga even snel naar binnen. Oké, ik ben aangekomen. En ik ben binnen. Alleen Fabio wil de volgende keer de training filmen, dus dat gaan we volgende week doen. Dus ja. Wij zijn klaar met de training. En ik ben dood. Fabio heeft me gewoon gesloopt. En het was heftiger dan de vorige keer. Maar de volgende keer gaan we dus voor jullie filmen. En dan kunnen jullie zien hoe zwaar het is. Ja. Ja, ik heb nog 3, 2, 1. Sorry. Ik heb wacht. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En een vriendinnetje van mij, Mathilde, die heeft mij opgemaakt. Want ik heb zo meteen een shoot bij Little Luck samen met Morgan en Levi. Dat hebben we nu, dat hebben we de vorige keer gedaan toen Levi een maandje was volgens mij. Of een paar weken. Met mijn zwangerschap ben ik daar geweest en nu dus weer. Gewoon zo'n moeder-kind shoot en Morgan dan vader-kind. En Mathilde die maakt ook gewoon voor mensen op en zo. Dus mochten jullie ook opgemaakt willen worden. Zij, jij komt overal toch gewoon? Ja. Ze wil niet op de camera, omdat ze, ik vind dat ze er niet uitziet. Maar gewoon overal kom je thuis? Ja. Oké, ze komt dus overal thuis. En op Instagram heet ze MB Looks, toch? Yes. Maar ik zet even hieronder en dan kunnen jullie gewoon haar opzoeken. Dus ja, ik ga even snel mijn haar doen, opschieten en dan gaan we naar Little Luck. Oké, wij zijn eindelijk klaargemaakt. Ik moet echt haasten, we zijn echt heel laat, zoals altijd. Maar met de kind is alles gewoon veel hectischer en kan je de tijd gewoon minder goed inschatten. Lady! Oké, ik ga echt haasten. Oh. Wij zijn aangekomen bij Little Luck en ze is verhuisd. En het ziet er echt heel leuk uit. Hi. Hey. Ga je niet lachen? Dus ja, oké, dan gaan we foto's maken en ik film al een beetje voor jullie. Bij Little Luck en we zijn nu onderweg naar Arnhem. Liever heeft eigenlijk heel goed gedaan. Hij heeft ook heel lang, eigenlijk de hele tijd wel gewoon volgehouden. Alleen aan het einde wilde hij gewoon weer flesje en zo. En we hebben ook foto's dat hij naakt is en eigenlijk niet geplast. Dus daar was ik wel een beetje bang voor. Maar ja, het ging allemaal gewoon goed. Ik denk wel dat er leuke foto's tussen zitten, maar ze gaat straks alle foto's opsturen. We kunnen wij zelf een selectie maken en dan gaat zij de foto's die wij uitgekozen hebben, gaat zij dan bewerken. Meestal duurt het ongeveer 3 dagen voordat wij uiteindelijk die foto's hebben. Ja. Joe. Ik denk dat hij zo wel heeft scherp gesteld. Ik weet niet. Zo, het is vandaag zaterdag. Nee, het is vandaag vrijdag. En ik heb liever net even bij Morgan afgezet. Want ja, die heeft gewoon weer lekker een papadagje. Die blijft daar ook lekker slapen. En ik heb nu gewoon even weer me-time. Even weer wat voor mezelf doen eindelijk. Ik ga nu met een vriendin van mij naar Amsterdam. We zijn onderweg. Ik weet niet, ik wil gewoon even lekker de stad in. Even dingetjes voor mezelf een keer halen. Want ik haal eigenlijk altijd wat voor Levi. Het is op zich niet heel erg hoor. Maar ik wil weer gewoon even dingen voor mezelf halen. En gewoon even lekker rustig lopen. Zonder aan Levi te denken en dat soort dingen. Dus ja, dat ga ik vandaag doen. En in de avond gaan we lekker ergens een drankje drinken. Even kijken waar we heen gaan. Maar dat zien we vanavond wel. Dus ja, ik ga even nu naar Amsterdam rijden. En dan gaan we gewoon lekker een gezellig rustdagje ervan maken. Oké, wij zijn thuis en we zijn ons aan het klaar. Ik heb geen broek aan. Ze maakt een snap. Maar wij zijn thuis en we zijn ons aan het klaarmaken. Want we gaan even een drankje doen. We hadden wel gewoon gebeld om te kijken of we ergens terecht konden. Alleen alles zit vol. Ik denk omdat het de eerste weekend is na 1 juli. Dat er 100 mensen weer in een restaurant mogen zitten. I don't know. Maar alles is dus vol. Dus we gaan even kijken waar we in Amsterdam terecht kunnen. We gaan gewoon naar binnen lopen en we zien waar we belanden. Verder hebben we in de stad niks gevonden meer. Toch? En wat hebben we verder nog gedaan? Niks meer. Wat hebben we gedaan?
Niet zoveel. Parkeerkaart kwijtgeraakt. Oh ja, ook nog. Ik raak dus altijd alles kwijt en ik ben echt super slordig. En toen waren we dus in een parkeergarage bij Gelderland. Waar waren we? Wat is nou? Weet ik veel. Gelder. Ik weet niet. We waren ergens in een parkeergarage, alleen ik raak alles kwijt, dus ik was het parkeerkaart kwijtgeraakt. Alleen we hebben die wel gevonden uiteindelijk. En goed, nu gaan we ons klaarmaken. En ik heb iets super leuks binnengekregen. Namelijk deze. Ik werd op Instagram benaderd door haar. En kijk hoe leuk. Dit is echt zo schattig. Met mijn zusje de naam erop en zo. En die is dus van Jumi Lee Special of zo. Ik weet het niet. Ik zet hem even hieronder. Want ik heb het nu sowieso verkeerd gezegd. Maar ik zet het even hieronder. En daar kan je dus dit soort dingen bestellen. Maar super leuk om gewoon weg te geven voor een kindje die jarig is. Of iemand die dit gewoon veel eet. Maar ja, echt leuk. Het is gemaakt van piepschuim volgens mij. Oh, wat denk je? Goed, je bent gekomen. Kijk eens wat ik voor je heb. Kom eens hier. Kom eens hier. Kijk eens wat ik voor jou heb. Wat is dat? Weet je wat dat is? Cadeau. Cadeau. Van wie is die dan? Van mij. Oh, staat Kimaya staat er ook. Ja. Leuk hè? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat zit erin? Oké, ik kus het op die andere manier, hè? Lekker. Mag ik eentje? Ja, dankjewel. Nou jongens, het is echt teleurstellend gewoon. Nergens is er plek. Ja, het is gewoon een zebrapad hoor, ik weet het niet. Alles is vol. We hebben echt zo chagrijnig geworden. Ik kan gewoon nergens naartoe. Het is echt belachelijk. Jezus Christus, dat is verschrikkelijk. Jezus. Maar goed, we gaan nu gewoon naar Almere. Daar even kijken hoe of wat. En kijken waar we belanden. Want dit is echt 10 keer niks. Ik ga ook echt niet meer. Kom gewoon oversteken. Boeien. Oh my god. Ja, dat gaan we dus doen. Oké, we zijn uiteindelijk beland. We zijn nu in Arnhem. Maar we waren uiteindelijk beland in Almere gewoon. En het was ook niet heel veel aan, hè? Eigenlijk, nee, het was ook niet heel veel aan. Nee, misschien wil ik niet meer gemaakt voordat we weggaan of zo, ik weet niet. Voortaan moeten we gewoon eigenlijk op tijd reserveren. En dat we dan wel naar binnen kunnen. Dus ja, wij gaan slapen. We zijn weer in Arnhem. We hebben zusje afgezet in Almere. Wij gaan lekker slapen en ik kon lekker uitslapen, want Levi die is er niet. Oh, heerlijk. En ja, dat is. Zo, hoi allemaal. Ik zit in de auto, het is echt vet vroeg. Het is 9 uur 's ochtends en ja, ik vind dat vroeg. Ik ben dat echt niet meer gewend. Maar ik ga even mijn auto snel wegbrengen. Krijg ik een vervangende auto, want een motor is vorige week tegen me aangereden. Dus de hele rechterkant van mijn auto is beschadigd. Dus die kant wordt nu vervangen. Even. Ik zie er ook echt niet uit. Ik heb mijn haar niet gedaan, niet opgemaakt, niks. Dus ja, ik ga even snel mijn auto wegbrengen. Dan krijg ik een vervangende auto. Dan moet ik snel doorreizen naar Amsterdam. Want ik ga vandaag dus floten. Jullie hebben wel gezien dat Levi af en toe aan het baby floten is. Maar nu ga ik dus zelf floten. Wat het allemaal precies inhoudt, moet ik heel eerlijk zeggen, weet ik nog niet precies. Maar dat ga ik jullie zo allemaal vertellen en uitleggen. Ik heb wel het een en ander opgezocht. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon alles even duidelijk kunnen vertellen. Dus ja, ik ga even snel racen om mijn auto weg te brengen. En dan rijd ik naar Amsterdam. Hey, ik ben aangekomen en ik heb eindelijk mijn vervangende auto. En ik vind hem echt leuk. Met zo'n dakje erbij. Ik vind het wel wat hebben. Wel leuk. Wel even anders rijden. Zo'n Volvo V40. Is ook wel groter dan gewoon die Volkswagen die ik heb. Maar goed, maakt verder op zich niet zoveel uit. Mijn auto is nu dus bij de garage. De vervangende auto. En nu sta ik dus in Sloterdijk voor Floatspa. En hier ga ik dus floten. En ik had even de site erbij gepakt, want ik had er zelf wel gekeken, maar nog niet onthouden, omdat ik zo druk was. Maar hier staat dat het effectief helpt tegen slaapproblemen. Reduceert aanmaak stresshormonen, werkt stressverlagend en preventief tegen stress. Verbetert de bloedsomloop ten gunste van alle spieren en organen. Bestrijdt vermoeidheid en de gevolgen van een jetlag. Verbetert concentratie en creativiteit. Verlicht chronische pijn of gewoon pijn ten gevolge van bijvoorbeeld migraine en reuma of een spierziekte. Bevordert herstel na een lichamelijke topsportprestatie of een topsprestatie.
En simuleert mentale voorbereidingen voor bijvoorbeeld een examen of vergadering, presentatie, whatever. Dus dat eigenlijk volgens mij gewoon heel erg ontspannend. Dus ik ben echt heel benieuwd. Het is trouwens wel op een fijn plekje. Het is gewoon echt naast Sloterdijk station. Of nou ja, ervoor dan. Dus ja, mocht je geen auto hebben, kan je er ook gewoon heel chill met de trein naartoe. En ze zitten in Amsterdam en Den Haag. Dus ja, en ik ben nu in Amsterdam. Maar goed, ik ga even naar binnen en dan ja, ben ik echt heel benieuwd. Ik weet ook echt niet wat ik kan verwachten of zo. Nee, nou ja. Oké, ik ben er eindelijk. En het is eigenlijk echt heel leuk. Het is één kamer gewoon geheel voor jezelf. En je kan er volgens mij wel iemand meenemen, maar ik denk dat het alleen ontspannender is. En mocht je iemand mee willen meenemen, kan het volgens mij ook. Maar kijk. Ja, stoel. Je hebt daar dus een douche. En eerst ga je onder de douche. Hier heb je je shampoo, conditioner en douchegel. Dus je gaat eerst onder de douche. En daarna ga je een uur hierin liggen. En hier binnen is het 36 graden. En dit is gewoon water met zout. En dan heb je hier een kussentje. Oh, ja, hij is gelijk beslagen. Hier heb je een kussentje. En van die knopjes, daar kan je hem, wat was het nou? Verlichting en zo. Hij heeft het heel kort even snel uitgelegd. Maar goed, en deze deur kan dus ook dicht. Kijk hoe vet. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik ga even lekker uitkleden en onder de douche af aan. Oké, guys, ik ben nu net klaar. En het was echt zo heerlijk. Ik praat jullie zo meteen even bij. Ik heb het even lekker gedoucht op mijn clipje. Ik ga even naar de auto lopen en dan ik kan nog een uurtje. Zo, ik heb hem snel klaargemaakt en ik heb ook even mijn wimpers laten doen bij Hello Your Beauty in Arnhem. En ik heb mijn eigen auto ook weer opgehaald, dus ik was echt aan het haasten net. Terwijl ik eigenlijk liefst gewoon lekker op bed wil liggen. Maar ik zal jullie nog even laten weten hoe het was. En nou ja, ik ben zelf niet echt een type die heel vaak naar de spa gaat of iets. Maar dit is wel echt heel chill. Je hebt gewoon echt je eigen kamer. Dat vind ik sowieso wel heel fijn. Dat je geen andere mensen tegenkomt. Dat vind ik wel prettig. En dat je gewoon echt in je eentje gewoon echt tot rust kan komen. Geen telefoon, helemaal niks. Gewoon alles even lekker wegleggen. En gewoon lekker een uurtje daar liggen, zeg maar. Ik kon daar binnen niet filmen, omdat dan mijn camera heel erg beslagen raakt. Dus dat lukte niet, want het is daar 36 graden volgens mij. En het is echt, je ligt op een heel klein kussentje en de rest, je hele lichaam drijft gewoon. Dus echt heel chill. Nou ja, en tijdens corona bouwt het ook gewoon je weerstand op en helpt het heel erg tegen stress. Omdat je daar gewoon echt tot rust komt. En volgens mij ook tegen slaapproblemen, et cetera. Maar dat had ik voor jullie net al opgenoemd. Dus ja, dat eigenlijk was echt heel chill. En ik zou er echt wel nog een keertje naartoe gaan. Maar goed, ik ben nu klaargemaakt. Ik ga nu race naar mijn moeder, want we hebben een shoot met alle kinderen weer. En ja, dat eigenlijk. Dat ga ik even nu zeggen. Oké, we zijn aangekomen op een plekje in Almere. En de hele familie is daar. We zijn echt met veel. Dat zijn dus alle kinderen van mijn moeder en mijn stiefvader, zeg maar, samen. En nu gaan we met z'n allen foto's maken, doen we één keer per jaar. Dus ja, we zijn nu in het bos in Almere of zo. I don't know. Wat heb je? Rij niet op het gras. De hof even hier. Mam, je gaat vallen met die hakken. Met je handen. Zo, wij zijn eindelijk klaar met de shoot. Ik heb even snel wat simpels aangetrokken. Gewoon een pakje van de Primark. En nu ga ik lekker naar huis met Levi. Oh. Lekker slapen, want ik ben echt kapot van de dag. Het is wel nog echt lekker weer. Dat wel. Maar goed, ik verlang echt heel erg naar mijn bed. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Duimpjes omhoog mocht je dit een leuke video vinden. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer. Doei doeg!